Voordat je de kubus gaat oplossen is het belangrijk om uh, toch een aantal dingetjes te weten te komen over de kubus. Uh, als je al weet hoe die werkt dan kun je gelijk doorklikken naar de volgende aflevering, naar stap 1. Weet je nog niet helemaal goed hoe die werkt, blijf dan vooral even kijken. Het is namelijk belangrijk om te weten wat voor soort blokjes we in de kubus hebben en ook hoe we de kubus gaan vasthouden straks uh, tijdens het oplossen. Nou, de soorten blokjes. We hebben eigenlijk uh, drie soorten blokjes in de kubus. Namelijk de hoekblokjes, de middenblokjes en de centerblokjes. Die centerblokjes, die zitten in het midden van ieder vlak van de kubus. En die zitten eigenlijk altijd op hun vaste plek. Die kun je niet verdraaien. Kijk wat je ook doet, welke laag je ook draait. Zoals je ziet, die centerblokjes blijven gewoon altijd in het midden zitten. En aan die centerblokjes kan je dan ook zien welke kleur die kant moet worden. Deze kant moet bijvoorbeeld geel worden. Deze kant moet rood worden, deze kant groen, etc. Wit zit ook altijd tegenover geel. Blauw zit altijd tegenover groen. En even kijken, rood zit altijd tegenover oranje. Dus dat zijn in ieder geval de vaste plekken. Dan hebben we nog de middenblokjes. Middenblokjes die hebben twee kleurtjes, zoals je ziet. En die komen altijd in het midden aan de zijkant van ieder vlak. En dan hebben we nog de hoekblokjes. En de hoekblokjes die hebben drie kleurtjes. Ja, en die komen natuurlijk altijd op de hoek van ieder vlak van de kubus. Nou, de blokjes weten we nu. Dan nog één klein dingetje voordat we naar stap 1 gaan. Uh, dat is hoe houden we de kubus vast? Ja, met twee handen zou je zeggen. Een beetje flauw. Het gaat erom welke kant houden we nu eigenlijk boven en welke kant houden we onder. En ik gebruik altijd geel als de bovenkant. En dan is automatisch wit de onderkant. Dus wat je ook doet, in heel mijn beschrijving hou ik altijd geel als bovenkant en wit als onderkant. Wat nu de voorkant is, maakt even niet uit. Als ik deze kant nu voor me heb, dan is oranje de voorkant. Groen is de linkerkant, en blauw is de rechterkant. Maar draai ik hem een paar keer, is in één keer nu rood mijn voorkant, blauw mijn linkerkant en groen mijn rechterkant. Dus belangrijk om te weten, geel altijd boven, wit altijd onder, middenblokjes, hoekblokjes, centerblokjes. En dan uh, zijn we helemaal klaar om uh, naar de eerste stap te gaan. En dat is de onderste laag, dat is dus de witte laag, uh, helemaal compleet te maken.